Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik met niemand minder dan... Jason. Het is Halloween. Ja. Yeah. Dus wij gaan vandaag ons eigen Halloween kostuum maken. Oh mijn god. We krijgen allebei een envelop. Maar royalties! Dit is 100 euro. En daarvan moeten we kleding kopen. Dan gaan we vanmiddag naar een atelier toe. Dan gaan we die kleding verknippen. Je kan naaien, je kan alles aan elkaar vastmaken. En dan maken we de outfit, zeg maar. Dus nou, heel veel succes. Challenge ik dat. Oké. 10 euro. Dit is een koude lijkspata. Dat is echt heel leuk. Het gaat fucking maar. Hoe duur is deze jas? 25 euro. 25 euro. Dat is best wel netjes. Wauw. Zo! Dit is een... Ja, dit is echt deze tijd. Dit is echt feest, man. Ik hoor het helemaal niet zo doen. Ik hoor gewoon muziek droppen. Je album zou er toch aankomen? Hij is af, though. Ik vroeg me af hoeveel dit in totaal zou kosten. Ja, zeker. Wat heb jij allemaal? Ja, dat kan ik niet vertellen. Nou, ook 50 euro. 50 euro? Ja, dank u wel. 50 euro was veel te veel, maar ik durfde niet tegen hem in te gaan, dus ik ben een beetje bang geworden voor iemand. Wat moet jij nog hebben? Ik moet alleen nog die witte patas die ik hier heb gezien. And then I'm done. Hey, is patas wel lijp, bro? Dat is tante bloed, zo van yeah. Nu moet je hem wel kopen, zeg maar. Kom op in je geld. Kijk, ik krijg voice, zie je dat? Kijk, jongen. Hele jongens. Laten we gaan. Mijn fit is klaar, man. Ik heb de beste fit ooit. Ja. Bij mijn pak. 15 euro mag weg, jongen. 15 euro? Voor een tientje. Neemt je mee? 10 euro neem je. Nee, want jij hebt al gezegd 10, dan kan je niet zeggen daarna 5. Dan krijg ik de schuld. Thank you, Valentin. Yes, bye-bye. Yep. Alright, episode, we zijn weer opgelicht. I got it. Jason, je bent influencer nu, hè? Ja. Hey, I got it. Don't trust these hoes, man. MLB, you know. We're lost in this world right now. Ik heb zo'n hekel aan van die winkels dat je eerst een soort doolhof moet afleggen. Wat? Voordat je überhaupt moet, zeg maar, je kan niet gewoon er naartoe lopen. Zullen we wel nu hierheen? Dan moet je ja, dus nee, helemaal. Dat noem je sales marketing. Okay. Dus we begonnen weer met shoppen, vonden weer wat nieuwe dingen. Jason is een rapper, ging voor bling bling dingen. Ik had geen geld meer, ik moest bij verdienen. Kan jij eerst afrekenen? Want dan heb je misschien wat over en dan... Oh ja, dan ga ik je helpen. Volgens mij is je vergeten wat een wedstrijd betekent. Wil je een tas? Even wachten hoeveel dit allemaal gaat. Oh, ik heb veel te veel gehaald volgens mij. Ik heb 24 jaar. Wauw! Heb je een tasje bij? 10 cent. Ja. Wil je een tas of gaat je mee? Gaat zo mooi. 13 euro en 20 cent. 13? Ja, doe maar wel een tas. Doe er maar twee. Oké, we zijn klaar met shoppen. We hebben allebei precies 100 euro uitgegeven. Dus ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Nou, we zijn in het atelier, Jason. Nice. We hebben alle spullen verzameld. Oké, nou, ik heb deze blouse. Die doe ik eerst aan. Wow. En dan doe ik zeg maar deze rode blouse. Die knip ik zeg maar af dat je alleen de kraag zeg maar hebt en die doe ik dan over die aan Bijf. Zodat je zeg maar een andere kraag hebt van de rest van de bloed. En dan ga ik zeg maar van deze broek, ga ik van het pak, ga ik een arm en een been afhalen en dan plak ik dit eraan en dan is het een soort van zombie-achtige inpak. En nu jouw idee. Nou, ik ga voor paars, gewoon het groen. Nou, dit allemaal, dit dat, ja ik ben gewoon die joker. Okay. Die iemand heeft doodgetrapt! Nip, nip, nip. In mijn hoofd was dit echt een goed idee. Zeg maar, als ik dan de pak eronder aan heb. Dit is genius. Thanks man, thanks. Ja, no cap. Tuurlijk, die arm die natuurlijk los zit eronder. Ja, jij hebt het helemaal figured out live, man. Knip, zegt de schaar. Jason. Kijk uit, dat je niet in je vel knipt. Nee, nee. Die schaar is echt scherp. Hij voelt ook echt heel scherp. Ja. Maar nu weet ik wel waar ik kan knippen, toch? Oh, en nu doe je hem uit. En dan knip. Omdat die er aan vastnaaien. Ja, het is een individuele wedstrijd. Nee, maar je mag hulp gebruiken. Jij mag ook hulp gebruiken. Oh ja, maar hulp leggen. Pauw! Maar hoezo heb je hem korte mouwen gemaakt als je een jas aan hebt? Zodat ik, want die mouwen die moet ik sowieso ergens nog. Want de groen kan ik ergens terug. Wil je dat gewoon mij na? Wat is dat? Het wordt een arm. Maar ik moet even kijken hoe ver ik hem ga innemen.
Ik ben lekker bezig hoor, Jess. Thanks man, thanks. Iemand vertellen hoe iets moet is ook heel belangrijk. Ga wel zelf achter de naaimachine, let op. Dit is puur jouw moment. Kom. Oh, oh, oh. Wow! I did it! Yes. Dit is echt rijden. Is er niet anders? Oké, maar ik moet mijn trein halen, maar je weet niet hoe het moet. Ik weet wel wat het moet. Doei. Doei. Hey, bedankt hè. Doei. Het gebeurt altijd. Wat doe je mijn ding aan? Ik zit gewoon even te observeren wat de vijand aan het doen. Zo, dit staat nog natuurlijk weer beter. Sorry. Wat met die camera? Kijk, ik heb zien. Prachtig hè, dus Henk. Ik ga Henk, ga ik vast nieten. Nieten? Met deze nietmachine. Ja, dat is het. Wow! De. Shout out naar deze machines man, de wereld is echt veel meer verbeterd dan dat. Ik heb het idee dat je het helemaal niet serieus neemt. Zo niet, omdat ik win? Kan ik het ook lijmen? Wat is wow. Jason allemaal aan het doen? Zo. Hij is... Wat dit? Dank je. Nou, dit zijn de outfits. Dan is het nu tijd om aan de mensen op straat te vragen wie de engste outfit heeft. We gaan dit vragen aan 5 mensen. En de winnaar die... Mag naar huis. De ander moet naar een feest. Who got the best outfit? Oh shit. Fuck, this is difficult. I killed someone with you, you know, as yeah, but you got the arm, man. You got the arm though, yeah, that's true. No, you're Pippin, bro. I appreciate the purple pimp, yeah. My fit is better? Yeah. Amazing, love, sorry, bro. Enjoy your night. Zijn gezicht is... Joker. Okay. Ja, zeker. Je hebt een vrolijke gezicht. Ja? Dit is de eerlijkste antwoord die we vandaag hebben gehad, maar bless my bro. Dus je doet zeg maar helemaal niks aan je outfit, je doet 2 lijnen op je gezicht, nee. Zo in plaats van zo. Hey. Culinair. Oh, dit is dat. Wow. Ik denk, jij zegt gewoon. Yes. Nee, wacht, je kijkt niet goed naar mij. Je moet even kijken, bro. Paarse hoed. Hey, als je zegt dat de Joker jouw inspiratie was, dan zeg ik dat jij. Snap je? Kijk, weet je wat het is? Allemaal één stem, hè? Wordt dit een 3-0 en dus klaar? En dus klaar. Jantje. Jantje is klaar. Ja, dan is het klaar inderdaad. Nee, we gaan kijken wat ze zeggen. Wie weet. Voor mij weten ze het al. Oké, ik denk dat ze het al weten. De winnaar heeft... paars aan. Hey, check mijn boxer! Yeah! Je hebt gewonnen dan. Oké, nou, fijne avond jongens. Maar nu moet ik naar de party. Ga je wel mee alsjeblieft. De party? Oké, let's go. No idea. 2 minutes later. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, can get high with me, that's a deal, right? Ik wil gewoon thuis zijn en niet in Israël in Rotterdam. Er zit een weer op een boot! Alweer! Alweer!